Het is bijna een maand geleden dat ik deze blog plaatste. 23 september 2023, Faith and Belief. Die twee termen in het Engels die zo lastig te vertalen zijn in het Nederlands. Faith, geloofsvertrouwen, heb ik er maar van gemaakt. En belief is een geloofsopvatting. Dat was het begin van een hele serie van kleine teksten van Jacques Ellul. Door mij geselecteerde citaten uit het boek La foi au prix du doute. Het geloof dat de prijs betaalt van de twijfel. Vrij vertaald. En ik vond het nodig om dat te doen, omdat het fascinerend is wat we van Jacques Ellul kunnen leren over een andere manier om over geloof na te denken, een andere manier om over theologie na te denken. En zijn kritiek op de christelijke theologie, terwijl hij tegelijkertijd de kernwaarheden van de Bijbel probeert te verdedigen, is een fascinerende poging. Hoe je er ook over denkt, of je denkt dat dat geslaagd is, of juist mislukt is, het stelt hele belangrijke vragen en brengt belangrijke inzichten met zich mee. En de allereerste was een hele korte, en dat ging over dat verschil dus tussen faith en belief. De geschiedenis laat zien dat geloofsvertrouwen kan veranderen in geloofsopvatting. Dus wat we dan maar moeten verstaan onder faith, kan omslaan in belief, dat is zijn idee. En dat omgekeerd geloofsopvatting geen geloofsvertrouwen kan worden. Dat is een redelijk geheimzinnige stelling, omdat we het nog helemaal niet precies begrijpen op dit moment in de tekst van Ellul. Nou ja, in dit fragment dan. Wat faith dan precies betekent en wat belief precies betekent. Maar we kunnen dat wel afleiden uit wat er nu volgt. Er zijn 6 punten waarvan hij zegt, kijk, geloofsvertrouwen, wat we daar dus ook maar onder moeten verstaan, dat wordt helemaal getransformeerd wanneer de geloofsopvatting wordt, een overtuiging. Een overtuiging die iets met de feitelijkheid van de wereld te maken heeft, die iets zegt over wetenschappelijke inzichten. Hè. Denk maar aan degene die de evolutietheorie bestrijden en denken dat de wereld inderdaad letterlijk in 6 dagen is geschapen. Dat is volgens Jacques Ellul een vorm van een geloofsvertrouwen. Dat zit daar als het ware in en achter. Dat is misschien wel de authentieke kern van die geloofsopvatting. Maar door het helemaal op te bouwen als een geloofsopvatting, als een overtuiging die je moet accepteren, dan is dat geloofsvertrouwen eigenlijk veranderd van karakter. Nou, die 6 punten zijn heel interessant. En ik zal ze stuk voor stuk even doorlopen. Als het geloof gaat zeggen dat het volledige kennis heeft van de God tot wie het gericht is. Dus we kunnen tot in detail zeggen wat de kenmerken van God zijn. Dat gebeurt dan met name in dat deel van de theologie. Dat alle eigenschappen van God opsomt. Dat daar de Griekse filosofie op loslaat. En dan krijgen we een heel uitgebreide, uitgebreide tekst moet ik dan eigenlijk zeggen. Een tekst waarin we proberen vast te leggen wat we allemaal van God weten. En een volledige kennis is dus geen kenmerk van een geloofsvertrouwen, maar kenmerk van een geloofsopvatting. Ten tweede, wanneer dat de oprichting van instellingen met zich meebrengt om het te bewaren en door te geven. Jacques Ellul is buitengewoon sceptisch over de kerk en over de manier waarop de kerk theologisch onderwijs geeft. En zeker met betrekking tot instellingen die deze volledige kennis willen bewaren en doorgeven. Dat brengt ook een bepaald soort van dogmatische dwang met zich mee. Dat zijn geen instellingen waar vrijelijk gesproken kan worden over de waarheid van de Bijbel. Maar dat is dan een bepaalde opvatting over wat die waarheid is, wordt dan gewoon verondersteld en doorgedrukt. En laten we zeggen in een Bijbelschool. Ten derde, wanneer het zichzelf probeert te verklaren in radicale formules die dienen om te bepalen wat waar is. Dus als je een theologie meemaakt die een radicale formule geeft, rechtvaardiging door geloof alleen of wat dan ook,
de triniteitsleer, radicale formules die heel precies vastleggen wat deze volledige kennis nou exact inhoudt. Dus dat we niet zeggen, we hebben een manier van spreken over het goddelijke, dat gaat een beetje op de manier van het met elkaar verbinden van Vader, Zoon, Heilige Geest, dat is de historische ontwikkeling geweest, en dat we dan de vraag stellen, maar wat wordt daar misschien ook echt mee gezegd? Nee, het is een formule die vastlegt wat waar is en niet een uitnodiging om in een conversatie te ontdekken wat er waar van is. Ten vierde, wanneer het beweert de hele samenleving te omvatten en op dat moment ongetwijfeld het cement van deze samenleving wordt. Het idee dat de waarheid en de kennis van God die in een religie is opgeslagen voor alle mensen geldt, al is het er maar een kleine minderheid die die waarheid aanhangt en propageert en onderwijst. En er is een interessante uitdruk in het cement van die samenleving. Dat wordt ook nog wel eens in Nederland beweerd door bepaalde filosofen, hè, dat we misschien terug moeten naar de cementfunctie van religie in de samenleving. Ja, bijna onmogelijkheid, maar dat is het idee dat een religie zich moet richten op een hele samenleving. Om er iets te noemen, de Joodse religie richt zich helemaal niet op de hele samenleving, maar die richt zich principieel en fundamenteel tot de Joodse gemeenschap. De Joodse gemeenschap is trouwens helemaal niet voor 100% orthodox en leeft niet Torah getrouw. Dus het idee dat het die samenleving zou omvatten en de waarheid van die samenleving verder onder woorden brengt, is alweer een onderdeel van die transformatie van geloofsvertrouwen en geloofsopvatting. Dan ten vijfde, wanneer het vaste vorm aanneemt in definitieve en onveranderlijke bevestigingen. Dat is dan simpelweg de dogmatische houding, die je in veel fundamentalistische bewegingen natuurlijk aantreft. En tenslotte, wanneer het denkt mensen te kunnen dwingen de waarheid van zijn God te erkennen. Ik denk dat Jacques Ellul dan hier wat meer gaat denken aan de islam, omdat hij meent dat de islam nogal eens binnen samenlevingen toch een vorm van dwang gebruikt. Helemaal tegen het principe in de Koran in trouwens, waarin staat er is geen dwang in de godsdienst. Maar goed. Dat zijn de zes punten waardoor hij zegt, kijk, als dit gebeurt, dan weet je dat je met een geloofsopvatting te maken hebt. Als je een radicale formule tegenkomt, als de hele samenleving ermee omvat wordt, als je een definitieve uitspraak over de waarheid aantreft, als het dwang, van welke aard dan ook, kan ook sociale dwang zijn, aantreft en de pretentie van volledige kennis. Als je dat allemaal aantreft, dan weet je dat je eigenlijk met een bastaardkind van geloofsvertrouwen te maken hebt. Geloofsvertrouwen is eigenlijk van een hele andere aard. Wat dat dan wel is, is op dit moment dan nog niet te zeggen, niet op grond van de tekst van Jacques Ellul, maar dat komt dan nog wel. Daar zullen we het nog wel een keertje over hebben. Oké, dat was dus de eerste blogpost over dat werk van Jacques Ellul. Eén fragment uit het geloof tegen de prijs van de twijfel, buitengewoon interessant en goed boek, wat zowel door christenen heel vruchtbaar gelezen kan worden, als door atheïsten, denk ik. En je moet zelf maar uitzoeken of dat inderdaad het geval is.